partij die dat altijd onderhoudt. Ja. Er is een partij die u graag had willen hebben. Alsof politiek een soort transfermarkt is. Maar ik zat afgelopen week aan tafel bij Op1 tegenover mij Caroline van der Plas. En die sprak toen te worden Renske Leijten. Die had ik er graag bij gehad. Bent u gevraagd? Nee. Nee, en ik heb het ook gezien, of teruggezien vooral. Ja. Kijk, u zei het al, het is geen transfermarkt. En de politiek gaat over ideeën. En er horen ook mensen bij die dat op een goede manier voor het voetlicht brengen. Maar het gaat niet om poppetjes. Als je personen te belangrijk maakt in de politiek, dan kan het ook nog wel eens een beetje een ja, ik heb altijd de politiek op basis van ideeën. Dat klopt, maar uw persoonlijkheid heeft ook eraan bijgedragen dat u uw werk in de toeslagenaffaire op een bepaalde manier hebt kunnen doen. Dat speelt ook een rol, toch? Zeker, maar ik was nooit op die positie en in die rol gekomen zonder de SP. Nee. En ook niet zonder de ideeën van de SP. En dat geldt ook voor politici die er nu zitten. En ik denk dat wij zeggen, je moet politieke ideeën strijd laten zijn. Onderwerpen zijn belangrijk en niet de poppetjes. En ik zei net al, natuurlijk zijn ze ook belangrijk voor het vertellen van het goede verhaal. Maar ik zou niet met zo'n transfermarkt meedoen. Als ik zou afhaken voor de ideeën van de SP, dan is het nog maar zeer de vraag of ik daarmee per definitie bij een andere partij zou horen. Ja, en Caroline van der Plas focust dan dus misschien meer op de poppetjes en de ervaring dan op de ideeën. Nou, dat moet je echt met haar bespreken. Mm. Maar het is niet zo dat de politiek een soort van voetbalmarkt is. Nee. Nog los van het feit dat je wel allerlei goede spitsen kan aantrekken, maar met een team van alleen maar spitsen krijg je misschien wel de meeste tegendoelpunten. Want je hebt ook een keeper nodig. Ja. Dus politiek is gewoon een dure niet transfer een zijn. De SP had veel voor u kunnen vragen, denk ik. Nou, dat gaat allemaal gewoon de afdrachtsregeling in. Oh, dat is waar. Nee, maar ik denk dat het niet goed is om de politiek zo